Demonia aqui, eu espero no Sport Palestra, fucking bass leader, motherfucker! We hebben eigenlijk best veel nieuwe dingen gemaakt. Ook op zo'n groot evenement als bass leader moet je eigenlijk uitpakken met een heleboel nieuwe dingen als artiest. En daar hebben we nu eigenlijk de voorbije maand constant voor in de studio gezeten om jullie echt mega toffe, coole, nieuwe, vet shit dingen te brengen. Ja, vroeger had je tech, was meer de French tech, kwam van de Franse mannen, ja. Greg C en Lobotomy Inc. En, ja, toen noemde het ook nog Jump, toch? Ja, toen noemde het gewoon nog Jump. En, ja. Dat is zo de eeuwige kwestie van... Van hoe noemen we dit genre? Is het een Jump tech of freestyle of catchwork of whatever? Hè? Dus, het is begonnen met vrij underground, duistere dingen en nu is het meer geëvolueerd naar iets vrolijker. Iets meer commercieel, maar toch nog vrij underground. Zo, toegankelijk. Toegankelijk. Dat zijn moeilijke vragen, beesten. Misschien toch wel deze show. Misschien vuurwerk is misschien... te afleidend, minder nadruk zo wat op de muziek. En ook veel te warm en vuurwerk. Ik zou zeggen studio. Ik vind het echt wel tof om zeg maar, echt aan een plaat te werken en om dan uiteindelijk alles te zien waarkomen bij het publiek wat je eigenlijk in de studio hebt gecreëerd, dat is een zalig gevoel. Maar dan zeg je misschien eerder TJ booth. Ja, want combinatie... Het leuke is als je draait voor het publiek in de DJ booth. Ja, maar je hebt het wel gemaakt in de studio. Dus de combinatie leuk... gewoon. Dus ja. De combinatie, dan maakt het gewoon af. Het maken is leuk, maar het voor de eerste keer draaien voor het publiek, dan maakt het volledig af. Dan maakt het af. Ja. Wat wij verwachten van Beestleader? Beestleader is de eerste keer in Sportpaleis, dus wat kan er vetter zijn dan Sportpaleis in België natuurlijk. Voilà. Dus Sportpaleis, show alles rond, vette muziek. En die Boniac. The fusion of five elements was the key to unlock its power. Beestleader. Styles. One Mega Arena. Saturday, the 1st of November. Sports Palace, Antwerp. For more info, check baseleader.be.